Oh. Rode zaan, ook dat nog. Je weet dat toren dat er vanmorgen gevangenis, school, schelvis, zouten en zure haring, net als iedere dinsdag. Dus geen rode zalm? Nee, geen rode zalm. Geef me dan maar een half pondje inktvis. Oh ja, dat kan ook dan. Nee, ook geen inktvis vandaag, doktoren. Laten we het dan eens bij de schelpdieren proberen. Oh, de kreeft. Heeft u die misschien in uw kraan? Zoutharing, zuurharing, versevis, komt u wel, mensen? Nou, laten we dan zeggen dat mijn dochter Isabella... Oh ja, nogal ook, gek is op vis. Ik wil me er niks mee bemoeien, hoor. En het gaat me ook niks aan. Maar ze loopt zo langzamerhand de herbergdeur bijna plat, zolang die vreemdeling in het dorp is. Ik zou maar eens beter op je dochter letten. Ach, Celestine, dat is geen probleem. Zij is net 16 jaar verloofd met pantalonen. Nou, weet zij dat ook? De bruidschat is al lang geleden geregeld. Ja, ja. Maar, wat ik zeggen wilde, Celestine. Vis. Zij is nogal gek op haring. Oh. Dus geef mij een zoute en een zure. Maar graag apart ingepakt. Zoute. Deze goed? Haal nu het kopje er even af. Ja. Wel goed. Ja hoor. Alsjeblieft. Deze goed. Kopje eraf. Kopje eraf. Alsjeblieft, 54 exclusief. Dat is dus 5 gulden inclusief, neem ik aan. Allee. Waar heeft u 6 gulden, laat me zitten. Vis, vis, verse vis. Komt u met mensen? Waar hadden we het over? Vis, vis, verse vis. Kom naar de zee. Maar wacht. Was ik vanochtend niet op een prachtig idee gekomen voor een nieuwe vorm van narcose. Nou, we die nu eens op de haring gingen uitproberen. De zouten. En de zuren. Ik zal even mijn hamer pakken. Dat is het monteren waard. Voor slotberekening staat de wetenschap nooit stil. De zoute haring en de zure haring reageren op dezelfde wijze op deze nieuwe vorm van narcose. Oh, oh, ik heb zo'n pijn! Kom verloren! Oh, doctor! Zo komen we elkaar nog eens tegen. Ja, zeg dat wel, ja. Hij heeft pijn, zeg ik. Ik heb zo pijn. Ik zeg, neem plaats naast die haring. Oh. Nou, verloot hem maar. Zal ik hem eens voor je opschuiven? Gaarne. Dat is het, pantalonen. Pijn. Pijn. En waar zit die pijn? Dan zal ik even een diagnose stellen. Ik heb pijn in de miltstreek. Ah, in de miltstreek. Als je me opschiet! Blijft het daar ook zitten? Of zakt het soms naar je knie? Nou, soms zakt het wel eens wat, ja! En ook wel eens naar je enkel? Soms zit het ook bij de enkels, ja! Maar dat blijft er zeker nooit lang zitten? Nee, dokter, als je daar maar opschiet! Trek het weer omhoog naar je knie en naar je milt. Ja, juist, ja! Ja, pantalon, dat is bekend. Ik zal je onder narcose moeten brengen. Ja, als ik me snel dood! Ik heb zo'n pijn! Je hebt de keuspantalonnen. Oh, ik krijg wat van die vent. We kunnen het op de ouderwetse manier doen, zal ik maar zeggen. Ja. Een injectie. Een injectie, oh! Dat kost je 600 gulden. 600 ballen! Dat was niet goed voor jou. Maar, pantalonnen, ik begrijp dat het voor jou veel te veel is. Veel dus te veel. Ik heb vanochtend dit twee nieuwe vormen bedacht. De één heb ik net geprobeerd, dus die is... Die zal nog goed zijn. Uitstekend, kost je 50 gulden. 50. Een andere, omdat jij bent, pantalonen, 2 tientjes. 2 tientjes, nou. Ik denk dat ik er wel vanaf kan. Oké, ontspan je. Als je mij opschiet, zet ik haar het niet meer.
de nieuwste vorm van narcose. Ach, hier, dan kan je maar opschieten. Ja, toch. Ogen dicht en ontspannen. Oh, dat nog, ogen dicht. Ontspan je pantalon. Hé. Pantalonen reageert eveneens op deze narcose, net als de zure en de zoute haring. Knut bij pantalonen komt wel vaker voor. Men noemt het pijn in de portemonnee. We zullen eens even kijken hoe dit eruit ziet. Ja, die is natuurlijk weer veel te zwaar. Zo, het is beter. Ik moet dit even apart leggen. Ach, ik vrees toch dat ik het orgaan zal moeten verwijderen. Dat is nieuw. Dat deden die haringen toch niet? Ah, dat is tenminste weer normaal. Ja, bij pantalonen is het altijd een kwestie van geld. Geld! Dat kan ik niet doen met de pantalonen. Ja, pantalonen, dat had ik je kunnen vertellen. Je zult het niet langer bij je kunnen dragen. Laat het thuis. Ik zou zeggen, ik krijg dus nog 20 gulden voor de narcose en laten we zeggen 25 voor de wetenschap. Ja, daar ligt het vent. Geen mens meer te vertrouwen in deze wereld. Dank je. Maar pantalonen, ik moet weg. Dat dacht ik al. Ja, wat moet ik nou? Straks nog een vrouw in huis. Misschien neemt ze maar een gat in de hand. Of een, geld verstoppen in een oude zak, vertrouw ik ook niet zo. En de andere bank is ook niks. Ze druk hebben, hè. Eerst van de markt ben ik net de herberg weer in, zit die kapitaan om me weer op te jutten. Celestina, maak me even klaar. Celestina, strijk me over hem. De Celestina doet dit, Celestina doet dat. Mensen kan niet eens even rustig zitten. Maar ik dacht, even de aardappels schillen op het bankje in de zon. Dat is ook wel lekker. Sorry.